Heb je nooit een keer de zin gehad om een fucking bank te beroven? Gewoon met een paar matties in een auto zo even langskomen, een pistool pakken, geef geld en dan weer loesen gaan? Ja, ik bedoel, ik heb het nooit gedaan en ik zal het ook nooit doen, maar denk er even over na. Het is best wel spannend, toch? Tolga, slecht voorbeeld, oh my god, Tolga! Oké, misschien heb ik gewoon te veel films gekeken. In realiteit werkt het waarschijnlijk niet eens zo. Maar hallo jongens, meisjes van Tolga als Gamer. Vandaag wou ik het eigenlijk hebben over top 10 beroemde dieven. Dus eigenlijk dieven die fucking goed waren dat ze beroemd zijn geworden. Druk sowieso even op dat duimpje omhoog, want als je dat niet doet, dan ga je dood. Grapje, je gaat niet dood. Oké, misschien wel, ik weet het niet. Druk nou maar. En abonneer ook. Ik kwam namelijk op deze website terecht omdat ik gewoon benieuwd was naar zulke dingen. Weet je, ik ben raar. Ik weet het, sorry. En we gaan een kijkje nemen naar de top 10 beroemde dieven. Oké, even kijken. Op nummer 10 hebben we namelijk Doris Marie Payne. En ze was een dief in 1930, als ik het zo zie. Je ziet ook een foto van haar. Het is een meisje, een vrouw. En zij was een juwelier. Wat ze gewoon deed is, ze was best wel fucking slim. Ze kwam toen met de auto, ze doet die deur open. Gedraagt zich als een hele chique dame, weet je, die fucking veel geld heeft om diamanten en zo te kopen. Ze zei van, hey, mag ik even deze diamanten vergelijken met elkaar? En uiteindelijk maak je die gozer zo gek, omdat je zo vaak dingen wil vergelijken, dat je hem laat vergeten dat je stiekem nog één iets bij je hebt. Maar uiteindelijk werd ze gepakt en moest ze 2 jaar in de gevangenis zitten. Ja. Nummer 9 hebben we Dick Turpin. Dit is een hele oude fucking foto. Dus er is niet echt een officiële foto van hem, maar meer een tekening. En je ziet echt een fucking paard en dat hij zo'n shotgun of zo heeft. Weet je, zo'n gekke bad boy. Wat hij eigenlijk deed is, hij ging paarden stelen om het daarna weer te verkopen. En dat deed hij ook echt heel fucking als een beast. Nou, hij ging gewoon... Stel voor iemand deed biggetje. En dan pakte hij die paard en ging hij weer... Hij had gewoon scheid. Dat is wel kut, want omdat het zo lang geleden was, had hij wel de doodstraf gekregen en werd hij geëxecuteerd. Toen was het voor hem... Nummer 8 hebben we Albert Spaghiari. Holy shit, hij ziet er echt uit als een fucking klootzak. Mag hem nu al niet. Oké, nu mag ik hem weer een beetje wel, want hij ging een bank overvallen. Hij was het brein achter de inbraak in een Société Générale bank in 1976 in Nice. En dat is in Frankrijk. Hij was fucking slim. Eigenlijk legit via de riolen ging hij in die bank en had hij fucking 60 miljoen geld gestolen. Iedereen werd opgepakt, behalve hij. Want hij deed namelijk plastische chirurgie en ging naar Argentinië om daar te wonen. Nummer 7, François Villon in 1431. Dit is echt zo'n typisch chappie schilderij. Deze gozer was een fucking dichter, een zwerver en een dief tegelijkertijd. Hij was fucking slim, hij studeerde, maar ja, dan steelt hij opeens fucking 500 gouden kronen. Vincenzo Perugia. Holy shit, zijn snor. Man met snor. Hij was Italiaans, oké. Hij ziet wel echt uit als een Italiaan. Hij heeft de Mona Lisa van Leonardo da Vinci gestolen. In het begin had hij het 2 jaar lang in zijn appartement verstopt. Hij wou het zijn maar vervoeren naar Italië. Maar hij werd gesnitcht. Hij werd fucking hard gesnitcht. Feels bad, man. John Dillinger. Oké, kort gezegd over hem. Hij haatte zijn leven. Huwelijk ging slecht. Werk en zo ging slecht. Hij ging OV'tje zetten bij kruidenier. Toen werd hij opgepakt, moest hij 10 jaar de gevangenis in. Maar in die 10 jaar leerde hij nog meer over criminaliteit. En nadat hij fucking vrij was, ging die banken proeven en zo. Dus eigenlijk heeft het dan niet geholpen om hem de gevangenis in te sturen, maar... Deze chappie heeft gewoon 35 miljoen euro aan fucking juwelieren gestolen. Bill Mason. What the fuck? Hij had ook een keer een fucking Olympische gouden medaille van gozer gestolen, omdat hij dat gewonnen. Maar later, omdat hij het zielig vond, stuurde hij het weer terug, omdat hij schuldgevoel had. Ik zeg, dat ben ik gewoon. Zo'n typisch ik die dan zo'n schuldgevoel zou krijgen. Jesse James. Was ook een bankrover. Hij schoot een fucking cashier neer samen met zijn broer. Vluchtte voor de politie. En hij zette ook nog een boodschap, ja. Gewoon even een boodschapje erbij zetten. Heel van, jullie gaan mij nooit levend meer terugvinden. En hij wou gewoon heel veel aandacht eigenlijk. Deze gozer ging door heel veel fucking rovingen. En wilde gewoon aandacht. Oh mijn god, en deze dan. Fucking Bonnie en Clyde. Trouwen met elkaar, want ze komen erachter dat ze beide van fucking criminaliteit houden. En zijn zo de fucking dieven der huwelijks. Dingen. Op nummer 1, oké, ik ben wel benieuwd wie de fuck dit is. Frank William Abagnale Jr., 1948. Frank Abagnale, nu een Amerikaanse beveiligingsconsultant. Hij was dus een bedrieger en checkvervalser. Wauw, hij heeft dus voor elkaar gekregen om met 8 verschillende identiteiten, dus 8 verschillende personen, moet je dan ook echt nadoen, door het leven te gaan. Hij was een piloot, een dokter, een agent, een advocaat. Hij heeft 2 keer ontsnapt van de politie. En uiteindelijk is hij beland in de gevangenis en dan moest hij maar 5 jaar daarin zitten. Want daarna werkte hij ook nog voor de federal government, fucking FBI. Omdat hij er heel veel van weet, helpt hij nu wel gewoon de bedrijf. Dus hij is eigenlijk een soort van wel een good guy uiteindelijk geworden. Dat was het lijstje. Bedankt voor het kijken naar deze video. Druk nog even op dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie weer ooit. Heb ik Justin Bieber gezien? Ja, ik heb hem gezien.